Wat als de angst voor een aanslag de wereld nog onveiliger maakt? Beeld je in. Paranoia, wantrouwen, de mensen praten niet meer met elkaar, vermijden elkaar, geen publieke plaatsen meer. Ik heb het vaak zien gebeuren in Bagdad de voorbije 15 jaar. 4 aanslagen per dag. Je moest ze gewoon gaan opzoeken. Mensen durven niet meer naar de markt gaan. Kinderen blijven van school thuis. Kan dit nu ook bij ons? Zou het mogelijk zijn dat zich dat ook hier in een grote stad afspeelt? A self-fulfilling prophecy. Wel, om dat te weten, lees het boek van mijn goede maat Vincent Merckx, De man die niet schoot.